Gelukkige kerstdagen! Lieve mensen, ik wens jullie allen gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 2021. Lang geleden woonde er een meisje in Nazareth. Ze heette Maria. Op een dag kwam de engel Gabriël bij haar op bezoek. Hij zei: "Ik heb goed nieuws voor jou, Maria. Je zult een kindje krijgen, dat Gods sprekend evenbeeld zal zijn. Je moet hem de naam Jezus geven." Wat was Maria blij. Toen het al bijna zover was dat Maria's kindje geboren zou worden, kwam er een bevel van de grote keizer Augustus. Alle inwoners van het land moesten zich laten tellen in de plaats waar hun familie vandaan kwam. Jozef en Maria moesten naar Bethlehem. Daarom gingen ze op weg met hun ezel. Toen ze eindelijk aankwamen in Bethlehem, was Maria heel moe. Jozef zocht een plekje waar ze konden slapen. Daarom klopte ze aan bij het grote hotel. "Sorry," zei de baas, "er is geen plaats meer, alles zit vol. Je kunt alleen nog in de stal terecht, met de ezel." Daar werd 's nachts de baby geboren. Kijk, Maria en Jozef hebben het in zachte doeken gewikkeld en in een voederbak voor dieren gelegd. Het veld pasten de herders op de schapen. Ineens was er een fel licht om hen heen. De herders werden bang. Maar daar was een engel die zei: wees niet bang. Ga naar Bethlehem. Daar is vannacht een kindje geboren, dat later, als het groot is, goed zal zijn voor alle mensen. En er kwamen nog meer engelen, die allemaal in de gloria zongen. Dat maakte de herders en de schapen blij. Zo snel als ze konden gingen ze naar Bethlehem. Daar vonden ze de stal met het kindje Jezus. Ver weg zagen drie wijzen een nieuwe ster aan de hemel. Daardoor wisten ze dat er een koning was geboren. Laten we de ster volgen, zeiden ze tegen elkaar. Die brengt ons wel bij die koning. Dus gingen ze op weg. Eerst naar het grote paleis in de hoofdstad, waar de slechte koning Herodes woonde. Dag Herodes, zeiden ze tegen hem. We zoeken de nieuwe koning die vannacht geboren is. Oei, wat werd Herodes bang. Een nieuwe koning? Hij wilde zelf koning blijven. Wie zou die nieuwe zijn en waar zou hij wonen? Hier is hij niet, zei hij. Als jullie hem vinden, moeten jullie me dat gauw vertellen. Dan kan ik hem ook een cadeau brengen. De drie koningen gingen haastig verder. Opnieuw de ster achterna. De ster bleef staan in Bethlehem, boven een stad. Daar vonden ze het kind met Jozef en Maria. Ze knielden en gaven het eerbiedig hun geschenken. Toen gingen ze langs een andere weg terug naar huis. Ze vertelden Herodes natuurlijk niets. Ze staan er weer, Maria en Jozef met het kindje Jezus, de herders met hun schapen en de engelen met hun loftrompet en de os en de ezel. En verderop komen de wijzen uit het oosten met hun geschenken. Henk en Marianne van Koeveringen wensen jullie gezegende kerstdagen. Lieve mensen, het Uriel Consort wenst u vrolijke kerstdagen.